is Hermine, zo elegant om te zien. Zij heeft twee minks en een chinchilla bovendien. Zij woont sinds kort in Middelburg. Zij is getrouwd met een chirurg. Hij werkt zeer hard in de kliniek. Zij is alleen maar mooi en chic. Wat hij verdient met zijn lancet, dat geeft zij uit aan dolle pret. Ze heeft toiletten uit Parijs, maar ook haar hart is koud als ijs. Dat hart dat klopt alleen voor mooie kleren. Dat hart klopt enkel maar voor schone schijn. Geacht publiek, daar kunnen wij uit leren. Dat mooie vrouwen koud en ongevoelig zijn. Aha, Hermine, zij is misschien de elegantste vrouw die men ooit heeft gezien. En zo gedurfd en zo apart. Maar ja, ze heeft een ijskoud hart. Terwijl zij droomt van duur en chic, zwoegt haar gemaal in de kliniek. Daar ligt een arme dominee, een hartpatiënt, owee, owee. Sinds maanden niet meer in de kerk. Hij heeft een ernstig hartinfarct. Dat hart klopt zo gejaagd en met syncopen. Dat hart klopt ordeloos, zegt de chirurg. Geacht publiek, och laat ons nu maar hopen dat er een ongeval geschiet in Middelburg. Reed Hermine in haar limousine dwars door de middenberm op Rijksweg 17. Ze werd de auto uitgezaagd. Haar man heeft toestemming gevraagd aan haar familie. Maar aha, dat was hij zelf en hij zei ja. Hij heeft het hart eruit gegraaid en in de dominee genaaid. En iedereen verbaast zich zeer. Dat hart werd warm voor de eerste keer. Nu klopt datzelfde hart voor andere mensen. Nu klopt dat hart zo warm wanneer hij breekt. Geacht publiek, och laat ons nu maar wensen dat deze dominee geen antistoffen kweekt.